Yo, what up? Yo, what up, Wilbro's? Iedereen houdt van poesjes, maar niemand houdt van muisjes. Goed, laat mij gewoon even mijn intro doen. Die intro, maar was echt kut. Nee. Dus vandaag wilde ik even een kijkje nemen in het leven van een muis. Zijn muizen onbegrepen, is de vraag. Deze game heb ik gevonden met dank aan Ronald. Dit is een 15 euro AAA game. Oh, je bek. Je bent boos. Vind jij deze game dan leuk? Laat een duimpje omhoog achter. En laat mij in de reacties weten als jullie meer video's willen van deze game. En dan doe ik het. Ik zweer het, dan doe ik het. Met Ronald. Hij heeft geen keus. En vergeet niet te abonneren als je niet geabonneerd bent. Want 48% is niet geabonneerd. Dat kan echt niet. Laten we nu beginnen met Ratty Catty the Game. Zo, ik ben in de game. En zoals jullie zien ben ik een hele lelijke muis. Like, mijn oogballen vallen bijna uit mijn hoofd. Kijk, ik snap niet dat Ronald nooit de Magic Broom heeft gebruikt. Die letterlijk gewoon naast de uitgang ligt van de muis. Gewoon je weet letterlijk... dat ik die ga gebruiken, hè? Je weet! Nou, ik denk dat ik de regels wel ga aanpassen dat dat niet mag. Check dit. Dit is zo fucking onzin! Doe dit ding uit! Doe dat ding uit! Wat doe ik? Ah, nee! Mijn potatoes! Wilbert, ik miauw niet meer van jou. Het is toch een ongelofelijke scam? Weet je wat een ongelofelijke scam is? Dat ik niet, ik heb geen controle over wanneer hij gaat vliegen. Kijk, hij doet dat... Echt niet? Nee, hij doet dat vanzelf. Map, ik weet niet eens waar je bent. Dit is zo'n onzin. Hoe kan je een muis missen met een gigantische zak chips? Nee! 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 Nee. Ik kan je ook niet slaan met de stok! Hallo, baby. Wat is er? Ik wil de bezem verbieden. De bezem is like het meest kutte item die er is. In de hele game. Echt? Like, ja, je kunt hem niet besturen. Ah! Wat was dat voor schreeuw? Ik vloog, zeg maar, randomly weg. Waar ben je? Kom hier. Oh my fucking god, waarom vlieg je daar al? Dit slaat zo... Natuurlijk heb je die kutpropellerhoed. Wilbo, ik kan zo niks. Jawel, ik kan wel gooien. Niet zo baby doen hieraf, man. Je moet niet zo baby doen, maar is Ronald. Oh, daar is hij. Kom hier. Ah, hoe raakt hij je bij? Dat is oneerlijk, gast. I don't know. Niet... Auw! De gast, die speelt vals. Ik speel een game waar de kat niet kan met een muis. Gast, vind ik wel een beetje baby voor jou nu, hoe je nu doet. Ik vind het best wel naar hoe baby je doet de hele tijd hierover. Jij doet baby. Nee, het is maar een spelletje, dat weet je toch, hè? Nou, waar is meneer Propellerhoed? Meneer Propellerhoed, waar ben je? Oh, hier is meneer Propellerhoed. Hi, what's up? Waar ben je? Oh mijn god. Auw! Heb je geraakt? Nee. Nee. Oh, nee. Oh mijn god. Nee. Ik heb helemaal de doek aangeslagen. Gast, je speelt zo vals nu. Gelukkig heb ik het stukje vlees nog. Ja, maar weet je wat het is? Hops. Ik heb gewonnen. A draw. Hoe moet je als een muis twee muizen kunnen voeden en daar een punt voor krijgen? It makes no sense. Als je één eten geeft en dan... Geef je die eten, dan gaat die andere dood. Ik heb een tactiek, Wilbo. Ik heb een tactiek. Ik weet nu wat ik moet doen. Je pakt het eierwapen. Ik ben al in de koelkast. Je bent niet in de koelkast. Jawel. Je liegt! Ik loop alweer terug met een stukje eten. Waarom ben je de eten aan het weggooien, Wilbo? Ik ben het eten aan het verspreiden over het hele huis. Oh, je weet wel goed hoe je moet richten. Oh. Jij weet zo goed hoe je moet richten. Het is ongelofelijk. Maar dat vliegen slaat zo nergens op, Wilbo. Het slaat zo... Ik kan het toch niet... Niet zo baby doen. Niet zo baby doen. Het spel is achterlijk. Misschien ben jij achterlijk. Waar ben je? Ik ben in de koelkast. Je bent verdwenen bij mij. Nee, ik ben gewoon in de koelkast, gast. Oh, hey. Een van je baby's is bijna dood en dan is het gelijkspel. Nee, ik ga hem tot leven brengen. Maak me dan dood. Ben je nou een goede kat of niet? Maak me dood. Ik ben een lamme goede kat. Maak me dood. Nee. Nee, ik wil niet dat het gelijk spel wordt. Nee! Hij is dood. Waarom ben je geen goede kat als je een goede kat moet zijn? Oké, als zo'n kutspel is, dan mag jij nu de muis zijn. Vliegen is wel verboden. Voor beide partijen. Hou je bek, joh! De minimap staat uit. Ja. Oh, jij... Nee, dan mag jij niet vliegen. Nee, dan mag je... Ik zie je daar wel. Dan mag jij niet vliegen. Waarom mag ik vliegen? Nee, nee. Je kunt er niet allebei hebben. Je hebt de minimap uitgezet. Het is één van de twee. Als de minimap aan is, dan mag het.
Oké, laat me dit dan even brengen naar mijn kinderen, oké? Nee! Zo voel ik me al een uur, Wilbert! Zo voel ik me al een uur! Nee, dit speelt nu vals. Je zet de map uit in jouw voordeel en ga je vliegen. Dat is een dodelijke combi, Ronald. En nu ga je zeker weer bij de koelkast campen. Nee, zo ben ik niet. Nee, ik ga nu een strategie plegen. Wat is je strategie voor vandaag? Mijn strategie voor vandaag? Nee, die ga ik jou niet vertellen, want dan weet jij mijn strategie. Nee! 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 Oh wacht, die ben je dan met een zak chips. Oh mijn god. Oh mijn god, je hebt gewoon één punt. Hé, 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 nee. Auw! Nee. Slaan maar. Nee, godzang, nee. Zo voel ik me de hele tijd, Wilbert. Dit is niet eerlijk. Ik kan de meloen niet droppen. En ik heb de developers een bericht gestuurd. Nee! Zie, ik wist dat het geen goed idee was. Wat? Je hebt daar een meloen. Ik zie dat wel met... Je hebt een watermeloentje vast! Oh god, ik dacht dat je me geen pijn kon doen. Nee, ik kan hier doorheen. Wow! Ah! Ah! Ik hoor hier helemaal niet in te kunnen. Sterf. Sterf. Ik heb gewonnen! Waarom heb je... Ik weet niet waarom, maar er staat match summary 1. Terwijl je nog in beeld ziet staan dat het 0-1 staat, maar ik heb gewonnen. We zijn in een ander level. Nee, dit is vals spelen. Deze map is compleet anders, gast. Hoezo? Deze map is echt totaal anders. Nu moet ik deze map weer helemaal leren kennen. De level is niet anders! Dat besef van jou. Ah, come on! Level is het. Nou, meneertje staat hier weer, hoor. Meneertje staat daar weer, hoor. En hopelijk ben je heel trots op jezelf. Ik wil gewoon een keertje leven met mijn kinderen. Nou, je kan je kind nu eten geven. Je speelt gewoon vals. Letterlijk. Alweer. Hoezo speel ik vals? Ik zag jou dat jij een spray op je rug had. Ik had geen spray op mijn rug. Jij hebt een spray op je rug. Helemaal niet. Ik kan niet vliegen. Ik ben een kat. Miauw. Miauw. Je hebt een spray op je rug. Zie, ik wist het. Auw. Heb ik iets vast? Nee. Voor mij heb ik iets vast. Nee. Waarom heb jij een ziekte? Oh, oh. Nee. Nee. Ho, oh, oh, oh. Nee. Ho, ho, ho. Nu vlieg jij. Dit mag niet. Dit is niet oké. Nee, nee. Stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Dit is een auto! Ja, nee, mag je niet gebruiken. En nu pakt hij de bezem. En ik zei, no flying allowed als je de minimap uit hebt. En hij breekt de regels. Ik wist niet dat je zo competitive was, dude. Gast, het is sowieso al 100 keer moeilijker geworden, want door die slee glitch je nu all over the place. Ja, je tript hem helemaal, je schudt, je teleporteert naar voren en naar achteren de hele tijd. Ja, nu weet ik het. Nu weet ik hoe ver jij gaat om een spelletje Ready Caddy te winnen. Hou je bek. Ik weet het. Ik snap het. Het betekent veel voor je. Het betekent ook veel voor mij, oké? Okay? Daarom boeit het me zoveel, oké? Okay? Ik zit ermee dat ik niet een potje Ready Caddy kan winnen. Gast. Nee, ik heb een knakworst. Nee! Je zat me te bedoevelen. Ik zat je te bedoevelen. Nee! Zie, laat me gewoon een potje Ready Caddy winnen. Nee. Waar ben jij? Oh, dus hier gaat hij en ik kan niks doen. Ik kan niks doen. Ik kan letterlijk niks doen. Ja, gewonnen! Woo! Nou, hoe lang heeft het geduurd? Een uur? Een uur voordat je een potje Ready Caddy gewonnen hebt? In een map die zo broken is. En al die cheats die je hebt gebruikt. Hou je pen. Maar je hebt gewonnen. Bij de 2000 likes moeten we geheid, gegarandeerd zonder keuze weer Ready Caddy spelen. Wil jij dat zien? Nee, of nee, wil je wel? Ronald wil niet meer spelen. Ronald vindt Ready Caddy een geweldig spel. Dus laat die likes achter, zodat Ronald weer Ready Caddy moet spelen. Ik wil geen Ready Caddy spelen. Ik wil nooit meer Ready Caddy spelen, oké? Okay? Dus laat het achter in de comments en in de dingen. Zorg dat Ronald weer even. Zorg dat Ronald weer Ready Caddy moet spelen. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in een volgende video. Doei!